Is het mogelijk dat er een politiek spel aan die uitspraak van dat hof wordt gekoppeld? Of is dat echt veel te ingewikkeld en te ver gedacht? Het is ingewikkeld en het is ver gedacht. Aan de andere kant, er wordt natuurlijk altijd spel gespeeld in de politieke arena. Tegelijkertijd moet je dan bedenken van nou, welk belang zit erachter? Nou, en ik denk dat het belang van Merkel toch vooral is dat er woensdag groen licht gegeven wordt door het constitutioneel hof. En want vergeet niet, zowel het Bondsparlement als ook de Bundesraad hebben er al mee ingestemd. Op het moment dat je weer terug moet gaan, ja, dan komen alle argumenten komen opnieuw op tafel. Ik denk dat Merkel daarbij niet gediend is, omdat ze uiteindelijk vindt van ja, we moeten zo snel mogelijk toe naar een oplossing. Dat noodfonds moet zo snel mogelijk op zijn plaats. En hoe langer we erover gaan dralen, hoe meer ik bekend sta, niet als vrouw Nein, maar als vrouw Zweifel. Maar goed, de druk is enorm op het Hof, ongetwijfeld. Is het mogelijk dat het Hof uiteindelijk nee zegt? Ja, dat is mogelijk. Inderdaad, de experts verwachten allemaal dat dat niet zover zal komen. Maar ja, het is een onafhankelijke rechtspraak. Het zijn onafhankelijke rechters. Die hebben wel vaker een uitspraak gedaan die onverwacht was. Maar de druk is wel heel erg groot hoor. Op het constitutioneel hof om uiteindelijk toch groen licht te geven. En men verwacht dat dat er alsnog van zal komen, maar dat er wel een aantal voorwaarden gesteld zijn. En ja, the devil is in the detail. Ja. Heeft de aankondiging van de ECB afgelopen week de zaken nog veranderd? De ECB wil onbeperkt staatsleningen van probleemlanden gaan opkopen. Nou ja, de markten waren aanvankelijk zeer positief, maar in de politiek werd er toch de wenkbrauwen werden opgetrokken. Men vond dat toch een begon opnieuw vragen te stellen. Ook niet alleen in de krant, maar ook op televisie, journalisten, politici onderling. Van ja, wat zijn hier nou eigenlijk van de consequenties? Men verliest eigenlijk het overzicht. En dat is natuurlijk, zeker als het gaat om parlementaire controle, iets wat je niet wil hebben. Dus in dat opzicht is de twijfel eigenlijk toegenomen in hoeverre dit allemaal, als het gaat om de acties van de ECB, of dat wel in lijn is met de Duitse grondwet. Nou, er is al een parlementariër van CSU, de heer Gauweiler, die heeft gezegd dat is het niet. Wij moeten nu als een haas het constitutioneel hof inlichten van deze actie van de ECB. En dat dat niet grondwettelijk is en dat daarmee ook de beslissing over het noodfonds in een ander daglicht komt te staan. Met andere woorden, zij willen dat er uitstel komt van de uitspraak aanstaande woensdag. En dan tot slot, we zagen net wat de demonstranten. Waar rekenen de Duitsers zelf op? Hoe valt dit eigenlijk bij de Duitsers? Nou ja, ook voor de Duitser in het algemeen geldt dat er een onafhankelijke rechtspraak is. Dus vrouw Justitia mag zich daar ook niet al te veel aan gelegen laten liggen. Wat ze hopen, in meerderheid, 54% inmiddels, hoopt dat het constitutioneel hof gaat dwars liggen. Nou, dat is wel een teken aan de wand, want dat is lange tijd niet zo geweest. Het lijkt als hoe meer er gedraald wordt in Duitsland door de politiek, hoe meer twijfels de Duitsers hebben dat ze ooit hun geld zullen terugzien. Oké, dankjewel Jeroen Akkerbals.